Ik heb een stoornis met routebeschrijvingen. En Vita is gek. Oh mijn god, sorry, ik schrok me dood. Ik vind het ook best wel eng ergens. Sneeuwwitje. Good morning. Ik ga nu even een videootje opnemen over Lesbos. Voor degene die niet weet wat er aan de hand is. Ja, er zijn ongelooflijk veel vluchtelingen die daar aankomen vanuit Irak, Syrië, Iran. Ja, die vluchtelingen die komen daar echt aan op rubberen bootjes. Dat heb je vast wel in het nieuws vaak voorbij zien komen. Met veel te veel mensen. Heel veel boten die halen het ook niet. En mensen verdrinken. Dus je kan je voorstellen dat de situatie daar ook echt heel heftig is. Er is een Nederlandse organisatie, Because We Carry. En die volg ik al best wel lang op social media. En ik vind het altijd mega goed wat zij daar doen. En zij hebben echt zo'n mentaliteit van niet lullen maar poetsen. En gewoon hop, mouwen opstropen en helpen. En ik heb al heel veel jaar dat ik... Nou, dat het gewoon door mijn hoofd ging van ik zou eigenlijk ook gewoon daar naartoe willen en mijn steentje willen bijdragen. En de laatste tijd had ik dat gewoon steeds sterker, dat gevoel. En toen dacht ik, fuck it, ik ga ze gewoon mailen en ik ga zeggen dat ik mee wil helpen. En nu ga ik dus 27 oktober naar Lesbos om een week daar te helpen. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Ik vind het ook best wel eng ergens, want ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ja, ik voel gewoon dat ik dit moet doen, dus ja, ik ga gewoon. Ik wil dit heel graag ook met jullie delen en dit doe ik ook een beetje omdat ik gewoon wat meer awareness wil creëren voor wat er allemaal daar aan de hand is. En nu ga ik ook even een aparte video opnemen, dus ik zie jullie zo. Jongens, we zijn in Haarlem. Voor wat? En we gaan naar het strand. Ja! Lekker hoor! Naar Zandvoort. Maar er ging geen directe trein, dus we gaan nu met de bus. Oh my god, verschrikkelijk. En Vita is gek. Vandaag, zij is gek. Ik kan niet Starbucks ophalen en ik ben een beetje verdrietig. Nou ja, anders had je alles gemist. Ja. Maar jij wil je pumpkin spice latte. Ik wil mijn pumpkin spice latte ice. Oh, the bus is going. What would you do if it left right now? Oh my god, it's gonna leave. No. I'm serious. Jeez, I gotta leave. I'm serious, it's leaving. What? Anything. Oh my god, he's driving there. Like he could let us in. Are you serious? Say something to us. Really? We're paying. He's like, bitch, can I'm I speak going to there. The manager? My name is Karen. Because I have no idea what's going on. We stand here gewoon met duizenden mensen. Grotto. Eén groot chaos. Mayhem. Oké, we zaten dus net in de bus. Zo grappig. Want toen de buschauffeur over drie haltes zijn jullie bij het treinstation van Zandvoort. En toen keek ik op Google Maps en dacht ik, hé, nee, fuck, we moeten hier al uit. Dus toen zei ik, kom, we moeten eruit tegen Joey en Vita. Dus wij er heel snel uit. Moesten we toen nog 35 minuten lopen naar Hippie Fish, waar we nu zitten. Nou, zij waren natuurlijk helemaal geïrriteerd, Joey en Vita, omdat ik het zogenaamd weer beter wist. Maar ik weet nooit de weg. Dat is de grap. Ik heb een stoornis met de routebeschrijvingen. Dus ja, eigen fout van hun dat ze naar mij luisteren. Maar ja, nu zitten we er wel en het is zo chill hier. We hebben gereserveerd voor een tafel, dus daar wachten we nu op. En we zitten nu gewoon lekker hier. Like me, I'm the protagonist. Is a leader and wants to be a leader. Oh mijn god, sorry, ik schrok me dood. Ik keek net naar boven en ik dacht dat er zo'n groot beest op het plafond zat. Maar gelukkig was het een spijker. Ik weet niet, ik heb zo'n extreme angst voor kakkerlakken dat ik... Ja oké, nu klink ik echt mental, ben ik eigenlijk ook, maar... dat ik heel vaak in mijn ooghoeken dan een kakkerlak zie flitsen. Maar dat is natuurlijk niet waar, want je ziet hier in Nederland bijna nooit kakkerlakken. Maar omdat ik er zo'n angst voor heb, zie ik dus heel vaak de kakkerlakken die er dus helemaal niet zijn. Nou oké, dit klinkt zo mental. Oh my god. Maar goed, dat ben wat ik al zei. Ik ben ook mental. Dat de mensen die me echt goed kennen, die weten dat.
Oh. Maar goed, ik ga nu naar de verjaardag van Louise. Vet veel zin in. Zij geeft gewoon een bolletje bij haar thuis. Dus ik heb me net even omgekeken. Het is een super oud blouseje dit. Met een soort van, ja, een beetje pastelgroen met gouden details of zo. En mijn fiets die staat nog steeds bij Centraal Station, bedenk ik me nu. Dat is kut, hè? Nou, dan moet ik dus met de Uber. Ja, of met de tram, maar dat is zo'n kutverbinding. Uw, wat vloek ik. Doe even rustig. Niet zo hysterisch. Ja. Ik kan niet vloggen en nadenken tegelijk, dus see you later. Wacht even dan. Ja, god, ze is er. En hij is er. Hallo. Oh mijn god, ja, dan vlog je me weer met een fles wijn. Hallo, ik moet helemaal zo gaan staan. Ja, maar het is oké. Ze weten wie ik ben. Nou, niet iedereen weet wie je bent. Stel jezelf eens voor. Moet ik dat echt doen? Ga ik hier zitten en dan gaan wij ons samen voorstellen, Fiet. Sommige mensen die kennen jullie niet, dus het is misschien wel handig dat je dat even doet. Nee, geen aandacht voor mij? Okay. Nou, ze kennen mij wel, dus... Nou ja, mijn naam is Steven en ik ken de Tigers al... Nou, ik ken jou wel zeker 10 jaar. Veel langer. Veel langer. Oké, 12 jaar. Langer. 13. 14. Nee, maar ik was... En mij dus ook, maar wij kenden elkaar niet goed. Ja, jou dus goed. Ook, want we hebben allemaal samen in New York gewoond. Ik woon nog steeds in New York, want ik ben helaas achtergelaten door de dames. Dames? Dames. Het zou wel logischer zijn, dames. Toch? Nee. Damen. Waar komt die N vandaan? Wat is dat? Het klinkt wel van Damen. 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 Ik woon nog steeds in New York. Ik had ooit ook mijn eigen vlog natuurlijk. Ja, wil je daar even wat over kwijt? Dan krijg ik allemaal DM's van mensen die zeggen waar Steven's vlog, omdat ik jou heb geïnstastoried. Oh mijn god. Hoe moet ik dat uitleggen? Nou ja, je hebt het al wel een keer uitgericht op je eigen kanaal. Ja, weet ik. Maar toen zei ik van ik kom over 2 weken weer terug en dat is dus nooit gebeurd. Ja, je hebt nog helemaal zo. Nou, je hebt gewoon een fulltime baan en je hebt geen tijd. Ja, dat is het gewoon. En ik heb niet zo'n speciaal leven. Ja, ik woon wel in New York, maar ik heb daar gewoon elke dag werk te doen. En dan kom ik thuis en dan ben ik back off. En dan moet ik naar de sportschool. Back off. Dat is toch oké. Okay. Ja. Maar ja, gelukkig kan je af en toe in onze vlog. Inderdaad, daarom. Want wat is hier los? Maar ik denk dat jullie volgers, die kennen die zin. Wat is hier loos? Wat is hier loos? Steven zegt dus de hele tijd. Nou, de hele tijd. Ik dacht even dat dat een beest was. Schat, dat heb ik hier alleen maar. Een kakkerlak. Ja, maar dat is geen kakkerlak. Het is letterlijk een spijker of een gat. Bizar. Ja, ik schrik ook elke keer. Dan loop ik zo hier en dan denk ik... Het is ook de grootte van een kakkerlak. Hou op, want dat is mijn grootste. Kakkerlak. Kan je dat, die naam al? Als een kakkerlak in een kattenbak kakt, heb je een kattenbak vol met kakkerlak kak. Wat? Ja. Nee, die ken zeg ik dat niet. Maar snel. In ieder geval, laten we... Oefening. Ik wil nog zeggen over wat is hier loos. Maar dat, jullie kennen dat toch wel? Steven zegt dus gewoon, wat is hier loos? In plaats van, wat is er aan de hand? Zegt hij, wat is hier loos? Wat was er kom loos? Kom je daarbij? Wat was er loos? Ja, ik hou deze erin. Er is niks loos. Er is hier niks loos. Maar dat klinkt zo raar. Licht. Hoezo? Nee, gewoon het is geen paprika, Nederlands. Chips. Jawel. Wat is er loos? Oud-Hollands. Nou, niemand zegt wat is er loos. Oké, okay. Mensen die nu kijken. Ja, maar ik ben het. Het is Nederlands. Het is Nederlands. En wat mensen zeggen wat is er loos? Er is hier niks loos. Er is niks aan de hand. Hallo. Niks. Nou, comment als je het met Steven mee eens bent en comment ook als je het oneens met hem bent. We zijn allemaal blakken. Mag ik even tussen jullie in? Okay. Hoi.
Hey. Oh. Sneeuwwitje. Oh nee, Doornroosje. Dat Doorn... haar. Je lijkt nu op de vrouw van Home Alone. Oh, wat erg. Iets zachter. Good morning. We hebben echt heel chill geslapen. Ja. Toch? Jij? Ja, absoluut. Ik werd wel een paar keer wakker omdat ik er niet gewend ben om met jou dan echt te slapen. Het is een vrij klein bedje. Ja. En jij bent erg lang. Ik ben erg lang, maar ik heb gewoon goed kunnen slapen hoor. Ja, nee, ik ook. Ik ga de deur uit. Steven blijft nog heel even mijn huisje, maar wij moeten nu wel gedag zeggen. Oh my god. Oh, en ik ga je echt heel lang niet zien, denk ik. I know. Tenzij jij met kerst hierheen komt. Ja, dat denk ik niet, maar ik dacht er wel over om voor mijn verjaardag in mei, nou dat is ook ongeveer een jaar van nu, ja, ook naar Nederland te komen, maar ja, we zullen het zien. Of jij naar Amerika, ja dat kan ook. Ja, ja, dat zou waanzinnig zijn als dat kan. Ja. Oh. Oké, schatje. Nou schat, fijne dag en heel veel succes in Lesbos. I know. Ja, dat wordt geweldig. Nou, geweldig. Ja, maar wel geweldig van wat een ervaring. Ja, nee, wat een ervaring. Dat ja, je daar kan ja, zijn en mensen kan helpen, dat wordt geweldig. Of... Oh, het komt zo dichtbij. Ik vind het wel echt spannend. Ja, maar dat komt helemaal goed. En heel knap dat je het doet, überhaupt. Dus... Ja. Het komt, wat een leuke jas ook. Leuk hè? Heel lang. I love it. Oké, okay, ik ga rennen. Oké. Okay. Doei. Bye. Ik ben weer thuis. Net heel even mijn wenkbrauw gaan. Dat was echt nodig bij soap. Wel echt weer mooi gedaan. En mijn hoofd is zo vol jongens. Niet normaal. Maar het komt omdat ik gewoon... Ja, echt de hele tijd met mijn hoofd in Lesbos natuurlijk zit. En met alles wat ik mee moet nemen. Want los van dat we dus heel veel geld moeten inzamelen. Wordt het ook erg gewaardeerd als je heel veel spullen meeneemt. Dus ik heb even die lijst bekeken wat er allemaal nodig daar is. En dat is echt bestek, borden, lakens, dekbed overtrekken, naaisetjes. Dus ik fiets net toevallig langs zo'n zeg maar... knakenwinkel, of hoe noem je dat? Gewoon zo'n hele cheape Chinese winkel. En toen zag ik echt allemaal bestek. En echt zeg maar 6 vorken voor 1 euro. Dus ik heb net denk ik... Nou, even kijken. Kijk, deze hele tas zit vol met bestek. En dit vond ik dus best wel handig. Want dan heb je gewoon vorken, messen, gewoon die setjes... Dus ik heb denk ik, nou ja, iets van 100 van dit soort dingen gekocht. En ja, dit hebben ze gewoon hard nodig daar. En ook allemaal naaisetjes, want al die vrouwen daar, ja, die maken daar ook kleding. En dus dit is ook erg welkom. Wierook moest ik ook meenemen. Dus ik dacht, ik koop gewoon wat van pakketten met wierook. Maar goed, ik ben er nog lang niet, maar ik heb nu in ieder geval al flink deel, dus dat is wel fijn. Het is even later. En in de volgende vlog die jullie van mij gaan zien, ga ik dus naar Lesbos. Ik ga daar heel erg mijn eigen ervaring delen. Hoe ik het daar vind, wat ik daar meemaak, wat ik daar zie. Dus dat gaan jullie eigenlijk allemaal meemaken en het zien zeg maar door mijn ogen of door wat ik vertel. Want ik denk niet dat ik... Veel ook, zeg maar, ik ga niet in dat kamp en zo filmen. Dat mag ook niet voor hun privacy. Dus, maar ik wil absoluut met jullie delen, ja, wat ik daar natuurlijk allemaal ga ervaren. Ik ben best wel zenuwachtig, to be honest, want ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen. En een van mijn beste vriendinnen gaat ook mee, Louise. Dus we zijn wel samen, wat heel fijn is. Ja, en ik ga het, nou ja, ik ga het jullie allemaal laten zien en vertellen wat daar gaat gebeuren. Dankjewel voor het kijken en zie jullie volgende week. Mwah.